Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Cor Verkade. Ondernemer, topondernemer kan ik wel zeggen. En wij gaan het hebben over succes en verantwoordelijkheid. Maar voordat ik zover ben, wil ik jullie graag wijzen op de eindejaarsactie. En daar heb ik een klein minuutje voor nodig. Kijk, hier bij de Nieuwe Wereld maken we mooie programma's. En volgens mij kijken jullie er met veel plezier naar. En ik moet eerlijk zeggen, het is ook een feest om deze programma's te maken. Maar het kost ons enorm veel tijd. En we huren ook iemand in die de techniek regelt. En het is natuurlijk best een logistiek vraagstuk om iedere dag weer iets te kunnen uploaden. Dus als je dat nou waardeert en denkt van ik wil het graag steunen, dan juichen wij dat van harte toe. Dus we hebben er nu ook een knop voor en dan kun je voor de eindejaarsactie bijvoorbeeld €5 overmaken. Of als je wat meer te besteden hebt en frequent kijker bent, misschien wel €50. En wij zouden je willen aanmoedigen om dat te doen. En als je er geen geld voor hebt, dan moet je het natuurlijk niet doen. Ons programma is niet voor niks gratis. Maar weet dat de steun goed gebruikt kan worden en weet ook dat wij hier niet zitten voor het geld. Hè. Ik kan nog net mijn treinkaartjes declareren, moet ik zeggen. Maar we maken dit omdat we het zelf ontzettend leuk vinden. Dus de Nieuwe Wereld is in die zin geen bedrijf of zo. Wij willen echt interessante inhoud brengen. Cor, gaan wij nu over op ons gesprek over succes. Eigenlijk ook over geld. Ja. Dat is wel een aardig bruggetje. Jij bent echt een topondernemer. En nou, eerst toch even naar jouw verhaal toe. Juist zo mooi, ik ben christen en dat betekent dat je gewoon een heel mooi boek hebt en dat je een goeroe hebt en dat je veel plezier hebt. En in dat dikke boek staat een zinnetje dat de Heere God de blijmoedige gever mildelijk lief heeft. Dus ik gun het jouw publiek dat ze vanaf nu leren, als ze blijmoedig geven, heeft de Heere God hen zeer lief als het ware. Dat is een soort wens vanuit Paulus, vanuit de Bijbel. Bedankt. Dit hadden we niet voorbereid, maar die schud je zo even uit je mouw. Ja, nou ja, dat is mooi als je zo'n boek altijd van jongs af aan ingepakt en gemazeld bent. Ja, dan leer je dingen uit je mouw schudden. En een andere mooie gedachte is, naar jouw goede initiatief toe, maar ik zal stoppen reclame te maken, dat je je tiende mag geven. En als iemand zijn tiende geeft, 10% van wat je verdient geeft aan goede doelen, dan zegent de eeuwige dat, zegt hij. Dat is zo lekker. Het is zo tof om dat dikke boek als fundament te hebben. Maar ik weet niet waar je voor je mij precies gevraagd hebt, maar dat is wel alvast mijn beginpunt. Ja, koop een dik boek, bijvoorbeeld Bijbel, en geniet van alles wat je daarvan kunt leren. Ja. Nou, die 10% die gaan we onze kijkers niet vragen, hoor. Dat is niet nodig. Mensen moeten nog een bloemetje voor hun vrouw kopen. Nee, er zijn meer goede doelen. Ik gun mensen dat ze vanaf vandaag proberen dan jou ook als goed doel op mijn lijstje te zetten. Laat ik het zo formuleren. Nou, Cor, ik ben blij dat te horen. En ja, we hebben eigenlijk daarmee meteen al de twee thema's, hè, van economisch succes en verantwoordelijkheid nemen op tafel. Laten we eerst even beginnen met dat economische succes. Je bent net naar de beurs gegaan met een bedrijf en dat bedrijf doet in vastgoed. Dat heet een Special Purpose Vehicle. Acquisition Company, SPAC, Special Purpose Acquisition Company. Ja, dat klinkt toch een klein beetje fout voor iemand die alleen maar een normale krant leest. Maar kun je eens uitleggen van wat is dat voor kapitalistisch construct, Cor? Nou, dat is wel grappig dat je het zegt. Het ligt momenteel erg onder vuur. Het verschijnsel SPAC komt uit Amerika vandaan, is naar Europa gekomen. En in Amsterdam wilden we ook een soort SPAC-hoofdstad van Europa worden. Dus het was destijds toen wij begonnen, 10 november vorig jaar, begonnen we met onze SPAC. Toen was het nog een gewone neutrale term, waarbij het gewoon een leuk iets was en waarbij het spannend is wat dat zou gaan doen in Europa. Maar ineens is er een soort negatieve publiciteitsgolf gekomen en je ziet natuurlijk in de huidige tijd regeert de waan van de dag. En momenteel ligt het verschijnsel SPAC onder vuur. Maar dat is ook leuk, want dan kan je juist tegendraads laten zien dat dat niet nodig is. Wat is een SPAC? Bij een SPAC zeg je tegen de mensheid, tegen de mensen die jou kennen, wij zijn bereid om uw geld goed te gaan gebruiken. U kunt aandelen kopen in onze SPAC. En met dat geld wat u dan stort, gaan wij een mooi bedrijf overnemen. Dus ik heb 4,9, mijn compagnons en ik, we zijn met z'n vieren, hebben wij een SPAC opgericht. En een raad van commissarissen erbij gezocht. En zelf ben ik altijd de man die de funding regelt. Dus ik mocht 4,9 miljoen aandelen verkopen voor €10 per stuk. En ik heb netjes 240 mensen gezocht en gevonden die blij waren met ons initiatief.
En die zeggen, doe ons aandelen in dat nieuwe bedrijf, New Amsterdam Invest NV. Nou, dat bedrijf opgericht en naar de beurs gebracht. En nu kan iedereen die wil, die kan profiteren van onze vastgoedervaring en onze vastgoedkennis en netwerk. Ja, dat is goed dat je dat zegt, want je bent een vastgoedboer, hè, eigenlijk. Toen ik 20 was, toen kwam mijn huisbaas, ik woonde in het leukste studentenhuis van Utrecht. En mijn huisbaas kwam naar me toe en zegt, Cor, ik ga het verkopen. Ik zeg, dat mag niet. Hij zegt, waarom niet? Ik zeg, nou, dit is het tofste studentenhuis. En u was altijd zo blij met dit huis, want dit huis was zo belangrijk voor dat wij daar met elkaar konden zingen, konden lezen, konden studeren, konden lol maken, konden huilen. En ineens gaat u het verkopen. Hij zegt, nou ga jij maar een koper zoeken dan. Dan zeg ik, goed, dan koop ik het wel. Ik was 20 en de banken wilden niet zaken met mij doen. Heel onnozel van hen. Maar toen ben ik iedereen gaan bellen die ik kende. En na een week had ik genoeg geld bij elkaar gebeld, particulier geleend. Hoeveel was het, Cor? 110.000 gulden heb ik bij elkaar gebeld. Ik had 162.000 gulden nodig. Dus heeft de AMF er 52.000 gulden bijgelegd. En ja, 110.000 gulden. Ik zei tegen mensen, destijds was ik een beetje, ik was 20, hè. Ik was heel 34 jaar geleden. Ik was een beetje pretentieus. Ik zei, de bank kan failliet, ik niet. Dus haal uw geld weg bij de bank, zet het bij mij. En ik geef meer rente dan de bank en meer plezier en meer veiligheid en meer gezelligheid. En toen had ik op nu na een week bellen een stuk of 12, 13 mensen, 110.000 gulden. Hmm. En daar ben ik mee doorgegaan. En nu is dat iets van 240 miljoen met zo'n 1100 mensen. Maar daarnaast, dat is het ene bedrijf. En moet je 100.000 euro hebben om klant te kunnen worden. Dus dat is heel naar. Want ik moet mensen zeggen, u moet eerst 100.000 gulden bij elkaar hebben. Pas dan mag u klant worden. Als je 99.000 euro hebt, mag het niet van de Nederlandse wetgeving. Dan moet u naar de bank toe. Kunt u geen klant worden bij ons. En nu kan ik zeggen, u kunt ook één aandeel NAI kopen. Dan profiteert u toch van het feit dat wij onze vastgoedkennis en ervaring. Koop één aandeel NAI. En u kunt alsnog. En dat kost dus een tientje. Dat kost ongeveer een tientje. De koers nog even terug naar het pand in Utrecht. Hè? Ja. Je bent dan 20, je studeert. Wat studeerde je eigenlijk? Theologie? Nee. Dat heb ik wel spijt gehad dat ik niet gedaan heb. Dat ga ik nog een keer doen. Ik studeerde rechten in Utrecht en politicologie in Leiden. Dus dat pand wat jij verkocht, dat staat nog steeds in Utrecht? Ja, dat heb ik nog steeds. Ja, ja. Je hebt het zelf nog steeds? Ja, ik ben nog steeds eigenaar. Ja. Oh, dat is wel heel romantisch. Al 34 jaar, ja. Ja, zitten er ook nog studenten in? Ja, natuurlijk, ja. Ja, wat was interessant, even een klein uitstapje. Jij hebt veel studentenhuizen. Ik denk een stuk of 20, schat ik. Ja, ook in Leiden trouwens? Ook in Leiden eentje, ja. Jan Vossensteeg, 17. Deels heb ik ze in mijn eentje. En op den duur zijn mijn compagnons en ik samen gaan bundelen. Dat is een raar fenomeen namelijk, hè, Cor, een studentenhuis. Ik heb begrepen, las ik een stuk over in NRC Handelsblad van de week, dat het eigenlijk helemaal niet normaal is in Duitsland of Frankrijk of Amerika om echt studentenhuizen te hebben. Het is geweldig mooi. Het is fantastisch dat in de binnenstad, dat daar huizen zijn, dat daar eigenaren zijn. Die hebben gezegd, hey, we gaan daar studenten neerzetten op de mooiste locaties. Ja. En dan mogen studenten vreugdevol hun studententijd gaan beleven. Ja. Voordat we nou doorgaan op het succes dat jij daarmee boekt en de vragen die dat oproept. Hoe kan het nou eigenlijk zo zijn dat er zo weinig studentenhuizen zijn? Is het toch geen goed businessmodel? Nou, de wet en regelgeving. Ik zit ook in een commissie. Minister Donner heeft een commissie opgericht. En inderdaad, dat is heel lang geleden dat Piet Hein Donner minister was. Die heeft een commissie opgericht dat er een tekort aan studentenkamers is in Nederland. Dus ze hebben een taskforce, heet dat. Studentenhuisvesting. Daar zit ik in, vanuit vastgoedbelang. Het is te gek voor woorden. Al 40, 50 jaar hebben we in Nederland een tekort aan studentenkamers. Maar het is eigenlijk niet te gek voor woorden. We hebben zulke zieke wet en regelgeving. En dat kan ik ook echt aantonen dat die ziek is. Kun je een klein voorbeeldje noemen? Dat aantonen laten we even voor een gesprek met Piet Hein Donner. Ik had een keer dat ik met een andere minister, de kaalste minister die we hebben. Hoe heet hij ook alweer? Hij is heel lang minister al. Daar komen we zo meteen op. Ja, een ontmoeting. En ik moest meteen, je moest zeggen wie je was, wat je deed en wat hij moest veranderen. Stef Blok, wat hij moest veranderen aan wetgeving. Ik zeg, minister Blok, ik ben Cor Verkade, vastgoedbelang. En al 20 jaar was ik denk ik toen professioneel studentenhuisvester. Als hobby, als passie enzovoorts. Wat u moet veranderen is het volgende. Ik heb een vraag aan u. Mijn meest populaire kamers zijn het meest illegaal volgens uw wet en regelgeving. Wat u moet veranderen is zorgen dat mijn meest populaire studentenkamers volgens uw wet en regelgeving oké zijn. Wat is populariteit in dit geval? Populariteit is dat mensen staan te dringen als er eentje vrijkomt. Ik heb twee kamers die kosten zo'n 75 euro per maand. Exclusief weliswaar. En er komt nog dan 3-4 tientjes gas, water, licht bij. Maar dat gaat niet via mij. Die zijn Je hebt kamers van 75 euro per maand? Ja. En die zijn mega populair. Ja, dat snap ik. Ja, want mijn eigen studenten in Amsterdam die klagen, die betalen 800 euro per maand. Ja, dat is ziek.
En dat hoeft helemaal niet. Maar jij bent dus een, je bent een vastgoedboer, sorry dat ik het zeg, maar je vraagt maar €75 voor een kamer. Nee, die heb ik er drie van. Daar heb je er drie van, ik dacht al. Dus en de gemiddelde huur zal rond de 270, 280 zijn. Dat meen je niet. Dat is helemaal niet marktconform meer. Dat is niet marktconform, maar dat is wel ongeveer, als ik een huis aankoop, dan wil ik zo'n 7% rendement hebben. En daarmee bepaal ik de huizenprijs, de huurprijzen. Hmm. En dan gaat die alleen omhoog met de consumentenprijsindexcijfers. Je kunt gewoon op een normale manier, als je met de huurders overeenstemming bereikt daarover. Ik sta je echt een beetje van te kijken, ja. Cor. Dus jij maakt geen misbruik van de schaarste. Nee, natuurlijk niet. Dat mag niet van het geloof. Van het geloof? Wat bedoel je daarmee? Van de Bijbel, van mijn goeroe, de Jezus is dat, of Paulus, of hoe je het noemen wil. Dus de dikke boek, hè, Bijbel, hadden we het begin over. Dat zegt allemaal dingetjes. En hij die misbruik maakt van schaarste, die wordt daar niet gelukkiger van binnen. Dus jij doet eigenlijk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Sterker nog, beroep op de Bijbel. Nou, wat ik tegen mijn heidense collega's zeg, ik ben voorzitter van vastgoedbelang binnen Nederland. En dan moet ik af en toe met de huisjesmelkers, zo worden wij genoemd door de overheid. Het is te zot voor woorden. Die moet ik dan toespreken als het ware als voorzitter. En ik zeg altijd, als u geen idealistische motieven hebt met die studentenhuizen, zo snel mogelijk leegmaken en of verkopen, want de markt is nu overspannen, of appartementen van maken. En dat is ook drama over de stad, als alle studentenhuizen appartementen worden. Maar de wet en regelgeving... Ja, wet en krijg je soort Amsterdam. Maar dat is zo ziek, hè, dat de wet en regelgeving zo... En de gemeentebesturen, moet je eens op googlen, die zijn allemaal tegen studentenhuizen. Wat zeg ik tegen elke stadsbestuur wat ik spreek, vanuit mijn functie? U moet een folder uitdelen en op de ene kant moet u zeggen, jij bent student en woont te midden van de burgerij. Op de andere kant van die folder, u bent burger en u woont in een studentenstad. Je moet die twee groepen met elkaar leren omgaan. Maar wat doet de overheid? De overheid zegt, je moet een vergunning aanvragen om een studentenhuis te beginnen. Ja. Nou, wat studenten doen worden weggepest. Ja, en daar balen mensen van. Als ik een studentenhuis kocht, dan belde ik bij de buren altijd aan. En dan zeg ik van, ik ben bezig het huis te kopen. Oh, fijn, wat leuk. Nou, ik zeg, ja, bent u getrouwd enzovoort? Nee, het wordt een studentenhuis. Dan zie je ze altijd schrikken. Niemand wil naast een studentenhuis wonen. Kan me iets bij voorstellen. Dan zeg ik, nee, kijk, dit is mijn mobiele nummer. En ik neem alleen studenten die normen en waarden opgevoed zijn. En als er iets is, moet u me bellen. Dat vind ik interessant. Kun je dat eens concreter maken? Dus je kunt wel voor €75 huren, maar ze moeten wel bijbeltrouw zijn. Nou ja, bijbeltrouw, normen en waarden hebben. Oftewel niet... Geen heiden. Je buren niet... tuurlijk. Je mag ook als heiden bij jou huren. Ja. We hebben ook huurders die het christelijk geloof niet deelachtig zijn. En dan kunnen we voor bidden natuurlijk samen een keertje dat wel krijgen. Maar de Heilige Geest werd heel bijzonder. Maar goed, dat allemaal terzijde nu. We gaan terug naar het hoofdthema. Ja. En het hoofdthema is, burgers hebben studenten nodig. Want een student levert aan de stad Utrecht, ik zit vooral in Utrecht, €23.000 aan per student, zeg maar, aan economische reurigheid van zo'n stad. Dus broodje kebab eten, biertje. En een stad wordt veel gezelliger van studenten. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het jammer. Ik betreur het ook dat er zo weinig studenten zijn in onze steden. Ja, en vroeger, de overheid heeft een splijtswamwerking, ook de plaatselijke overheid, door studenten en burgerijtechnieken op te zetten. Hmm. En toen ik ooit... Nog even naar het ondernemen net over rond die studentenhuizen en je eerste studentenhuis. Toen zei je even, voor mij is het passie, hobby. Dat vond ik interessant. Want het is natuurlijk ook wel een schatkist, toch? Ik bedoel, ook als je dus die 7% rente is natuurlijk vrij hoog. Dus jij hebt er ook altijd goed aan verdiend. Maar wat bedoel je daar precies mee dat ook een hobby is? Nee, nu komt er iets moois. Toen wij 7% rendement wilden hebben, gaven we 7% aan onze klanten die ons geld lenen. Wij verdienen aan studentenhuizen op één moment als je ze verkoopt en met tonnen winst kunt verkopen. Tegen mijn collega's die ik dan spreek. En ik zeg, als u idealistische motieven hebt, hou die studentenhuizen. Als u financiële motieven hebt, leeg laten lopen en een huis heb je in anderhalf jaar leeg en je verkoopt het en dan maak je tonnen winst. Dus jij zegt, is het een businessmodel? Ja, het kan een businessmodel worden, maar eerlijk gezegd, ik zakelijk, mijn compagnons, die studentenhuisvesting is mijn passie. Ik ben daarmee begonnen 34 jaar geleden. Ja. Mijn compagnons zeggen, zullen we die huizen niet uitdoen? En dan zeg ik, nee, daar zijn we mee begonnen. Maar ja, volgende week, we kopen nu panden van 40 miljoen in Londen. Eén pand van 40 miljoen in Londen. Of een studentenhuis van 3 ton in Utrecht. Ja. Maar daar kom ik zo meteen op, hoor. Over die panden van die vele miljoenen. Maar eigenlijk, weet je hoe groot het vraagstuk van studentenhuisvesting is, Cor? Ja, maar dus eigenlijk zouden we dat kunnen oplossen. Ja, dat kunnen we oplossen er is één product in Nederland wat niet gewoon marktconform beprijsd mag worden.
Namelijk, er is een heel idioot verhaal, het WWS. Elke student kan naar de huurcommissie rennen en kan dan een soort jaren 60 prijs afdwingen. En dat is een heel ziek systeem. En dat is nog lager dan wat jij vraagt. Ja. En dat is de reden waardoor huisjesmelkers juist 800 euro kunnen vragen. Ja, want dat is zo'n rare paradox. Ja. Kan je me dat eens uitleggen? Want ik zie overal bijvoorbeeld in Amsterdam van die grote flats oprijzen, waar studenten dan die kamer voor 800 euro huren. En dan hangt er al een gordijntje en dan is er ook een mevrouw die 's ochtends op het belletje drukt. En dat is dan ongeveer het extra wat dan moet legitimeren dat het geen 400 euro kost. Ja, en wat nog dat is toch een paradox? Dus ja. Een normaal uitgeklede kamer kan je niet krijgen. En zodra je dan wel een kan krijgen, dan... Nou, en wat nog gekker is... Dan betaal je 800 euro. Die dingen die nu gebouwd worden, die worden allemaal gebouwd op grond van subsidiestromen. Voor een kamer kun je geen huursubsidie krijgen, maar voor een appartementje wel. Dus wat zie je, dat het meeste gebouwd wordt. En inmiddels geef ik toe, dat heeft de maatschappij inmiddels door, dat het niet goed is voor de psyche van studenten. Maar er is heel veel onzelfstandig weggedaan. Onzelfstandig zijn kamerverhuurde panden en zelfstandig gebouwd. Zelfstandig heeft de student een klein kamertje, een klein douche, een klein toiletje. En dat is dan zelfstandig. En dan kan die huursubsidie vragen. Hmm. En diezelfde minister Blok die ik net besprak, die zei ook in hetzelfde gesprek dat hij het misbruik vond van subsidie als er projecten gebouwd worden alleen maar met huursubsidie. Maar die dingen zijn anders niet commercieel te krijgen. Hmm. Dus wat wij ook wel betogen, en meer mensen dan alleen vastgoedbelang, is waarom onzelfstandig wel huursubsidie geven. Zelfstandig wel huursubsidie geven en onzelfstandig niet. Mm. Dus als een student. Klinkt ook als een soort raar paradoxje. En de oplossing lijkt te liggen in dat er dus ondernemers moeten opstaan die niet per se heel veel willen verdienen, die dat deels als hobby zien. En dus vrij spel krijgen om die kamers weer terug te krijgen de stad in. Ja, dat ook. Maar ook het wet- en regelgeving moet dusdanig zijn. Die is uit de jaren 60, letterlijk. Ja. Maar krijg je dan niet dat al die boze ondernemers erin stappen? Die kwaadwillende ondernemers? Ja, maar dan kun je de echte slechte eruit halen. En nu is er zo'n gek systeem dat er misbruik van gemaakt kan worden. Nou, we gaan weer even terug naar dat jij rechten studeert en dus al een eerste pand hebt, wat al heel bijzonder is. Dan heb je rechten gestudeerd. En is het ondernemen dan voor jou echt meteen jouw economische bezigheid? Of wat is jouw volgende stap als ondernemer? Ik wilde of rechter of officier van justitie worden. Ik gunde de rechtsstaat dat ze mij zouden gaan gebruiken. Dus ik heb netjes gesolliciteerd als RAJO, als afgestudeerd student, dan kun je solliciteren. En dan heb je 1000 sollicitanten die aan de minister, destijds Hies Berlin, een brief schrijven dat ze bereid zijn om de RAJO-opleiding te gaan doen. Een rechterlijk ambtenaar in opleiding. Dat is een 4-jarige opleiding, betaald. En dan zou ik rechter of officier hebben kunnen worden. En gesolliciteerd en komt een intelligentietest en die ben ik doorheen gekomen. Komt een psychologische test, ben ik doorheen gekomen. Dus ik zag mij al rechter worden of officier van justitie. Maar toen kwamen de gesprekken. Van de 1000 mensen hadden ze 60 geselecteerd voor de gesprekken met bestaande rechters en bestaande officieren. En van die 60 zijn er 20 aangenomen, 19 vrouwen en 1 man. En die ene man was ik niet. En toen was ik heel gefrustreerd en verdrietig en boos. Maar gelukkig, ze hadden wel 1 puntje ook wel. Van ja, Cor, wat ga je met die panden doen? Destijds had ik denk een stuk of 6-7 panden. Wat? Hoe oud was je toen? Toen was ik 25, 24. En ik kocht elk jaar een pand bij toen in die tijd. En ze vroegen, wat ga je met die panden doen? En ik was heel dom voor mij hoor, in dat gesprek. Ik zei, ja, Ruud Lubbers heeft ook een oplossing gevonden voor zijn bedrijfsactiviteiten. En is ook minister-president geworden. Ja. Maar de rechterlijke macht wil zich natuurlijk nooit laten vergelijken met de politieke macht. Nee, maar bovendien, dat was een bekend integriteitsvraagstuk. Die Lubbers die stond niet positief bekend om die informatie. Ja, misschien bij ondernemers. Maar... Ja, en, toen ben je het niet geworden. En ik was privéchauffeur geweest van de VSNU-voorzitter, meneer Van Lieshout. Zalige nagedachtenis. En die had ik als referent gevraagd. En die had volgens mij, hij wou niet laten lezen wat hij geschreven had. Maar ik proefde wel. En ik mocht hem zeer hoor, we waren zeer bevriend. Maar ik proefde wel dat hij mij erg commercieel vond, zeg maar. Mm. En dat is natuurlijk geen pre bij de rechterlijke macht. Dus ik ben het gelukkig niet geworden. En toen ben ik les gaan geven bij 3 verschillende HBO-scholen. Zit ook een frustratiepuntje. Want de universiteit kom je niet binnen als je didactisch heel sterk bent, maar niet gepromoveerd bent. Maar dat terzijde. Hey, je moet wel onderzoek doen, ja. Dus ik 3 HBO's stond ik mijn riedeltjes, dezelfde riedeltjes, hield ik dan 3 uur lang in Enschede. En dan ging ik naar Arnhem 3 uur lang. En dan naar Leeuwarden. En waar gingen de riedeltjes over? Burgerlijk wetboek. Oh, oké, okay, ja. Dus rechten docent. Bij de hogeschool Marcus Verbeek, bij SPD-opleiding. Ga verder. Dus je bent dan docent en ondertussen heb je en panden. En s'avonds was ik met mijn panden bezig. Hoe oud ben je dan in
inmiddels? En toen was ik, dat is tussen 25 en 40. En toen op den duur kwamen, toen ik 35 was, zeiden mijn compagnons. Toen ik 31 was, zullen we met z'n drieën een groot vastgoedbedrijf gaan doen, waarbij jouw bedrijf een grapje wordt. Mm. En ik had toen 10 panden. Even een persoonlijke vraag, op welke leeftijd was jij miljonair? Technische vraag natuurlijk ook. Ja, en precies. En dat is al, ja. Want op je 25ste belegde je dus het geld van veel rijke mensen. Was je dus al eigenlijk zelf ook al heel rijk. Ja, maar het moment dat je echt zelf zo'n pand kon kopen, als je er een zag en dacht van ik laat mijn ogen erop vallen. Dat is niet, dat is, ja, 33, 34, weet ik veel. Maar dat is natuurlijk ingewikkeld. Ik snap dat het ingewikkeld is. Want heel veel mensen denken dat een miljoen op de bank heb staan, maar natuurlijk niet. Ik ben gek als ik miljoen op de bank sta, dan zou ik gek zijn. Ja. 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 En miljonair zijn, dat als kind, was dat een soort droom. Er was één man in Elspeet. Die noemden wij altijd de miljonair. En die zou een miljoen hebben. In Elspeet woonde ik toen. Ja. En de man van 1 miljoen noemden wij hem. Ja. En dat was dan wel een soort droompje. Maar jouw miljoenen zitten in die studentenhuizen. En andere panden inmiddels. En ik leer mijn kinderen en mijn studenten. Veel hebben is veel verantwoordelijkheid hebben. Ja. Dus veel geld hebben moet geen doel zijn. Ja. Dagen bij Duk. Ik las vroeger Donald Duck. En dan zag je hem zwemmen. Dat leek heel leuk. Maar geld hebben is verantwoordelijkheid hebben. Hersens hebben is verantwoordelijkheid hebben. Ja. Uiterlijk schoon hebben is verantwoordelijkheid hebben. Wat interessant dat je die drieslag nou maakt. Dus ook als je knap bent. Ja, jouw hersenpan of jouw uiterlijk moet jij gebruiken. Heb je verantwoordelijkheid gekregen van de eeuwige. Dat jij zo'n mooie wijze uitstraling hebt. Dat is een verantwoordelijkheid die je hebt. En daarmee mag je de maatschappij dienen. En mag in de zin van eigenlijk moeten, maar een soort moreel appel. Ja. Dus en hoe zag je dat, Cor, op je 35ste, toen jij zo zeg maar de miljonairsleeftijd bereikt had? Nou, wat was verantwoordelijkheid voor jou toen? Geef je tiende. Je gaf al veel. Maar even goede doelen. Onder ondernemers ook bij de luisteraars, je betaalt op belasting, toch? Dus hoe zie jij die tiende dan? Ja, dus is dat belasting valt daar ook al onder? Je tiende aan goede doelen geven. Aan levensovertuiging. Los van belasting. Ja, los van belasting. Ja. Zo. Ja. En dat deed je toen dus al? Ik ben liefdadigheid. En ooit een keer heb ik een fiscale controle gehad. En toen op den duur vroeg die vrouw een paar dingetjes. En die had, dat vond ik ook leuk hoor. En ik zeg, ja mevrouw, het hoort van mijn geloof. Die vroeg van, ja die giften, klopt dat? Kan dat kloppen? En kan ik een uitdraai krijgen? En ik denk, oh dan moet ik alle bankafschriften. Dat was toen nog lastig in die tijd. Opgedoe. Maar toen liet ik even de lijst zien, het Excel bestand. En had ik twee bankafschriften. En toen zegt ze, nee ja. Ik heb uitgelegd, mevrouw, dat mag, die giften geven. Ik mag mijn tiende geven. En dat is een vreugde. En de eeuwige zegt dan. Maar noem eens wat dan. Waar gaf je het dan aan? Nieuwe Bijbelvertaling. Hoe heet het ook weer? De Bijbelstichting. Je hebt de Griffin de Bijbelstichting. En je hebt het Nederlands Bijbelgenootschap. Dat soort dingen. Er zijn honderden goede doelen. Hè? En er is zoveel armoede. Van het geloof. Je moet weduwen en wezen helpen. Dat doe jij dus ook. En als je organisaties helpt die weduwen en wezen helpen. Maar naar mijn overtuiging. Ik ben gelovig, ziet de Heere God dat en wil Hij dat we dat doen. Dus Hij kijkt van, Cor, wat doe jij met hetgeen wat jij gekregen hebt? Heel ver gezegd, maar niet neurotisch, het kan neurotisch lijken. Mijn banksaldo is niet van mij, maar is van Hem die mij geschapen heeft en ik beheer het. Ik ben rentmeester. Je bent echt een diepgelovige man, hè, Cor? Nou ja, dat is. Nee, maar ik vind het zo leuk, die rentmeestergedachte. En vroeger het CDA, toen het CDA nog nadacht over beginselen. Ik vond het zo leuk, Wopke Hoekstra, het laatste congres. Volgens mij snapt hij het woord rentmeester echt niet. Want hij dacht voor mij aan een financieel-economisch rentmeester. Niet aan het Bijbelse rentmeesterschap, maar goed dat er zeiden. Ja, kun je dat toch nog heel even aan het zoeken doen? Want ik denk dat heel veel CDA's dat vergeten zijn. Nou, een rentmeester nu is, als je het googelt, is een rentmeester iemand die geld beheert van iemand anders als het ware op een technische manier. Ja. In de Elspeet Struik had je rentmeesters. Ja. Maar het rentmeestergedachte bij Abraham Kuyper is veel breder. En is meer alles, wat ik net al tegen jou zei, alles wat je gekregen hebt. Heb je gekregen om er verantwoordelijk mee om te gaan. Tot Gods eer, tot welzijn van de naaste. Maar daar hoort ook duurzaamheid bij. Ook duurzaamheid. Want de schepping hebben wij gekregen om te bebouwen en te bewaren. En dus je moet goed bebouwen. Ja. Dus maak tractoren enzovoorts. Dat is een cadeautje. Cultuurmandaat. Abraham Kuyper. Geweldig. Het is een cadeau van de eeuwige dat er een tractor is. Maar die tractor moet natuurlijk wel zo goed mogelijk bezig zijn als het ware. Dus, daarover. Hè? Dat is zo goed mogelijk. Als jij dan rond de 35 bent, wat is dan jouw economisch succes? Ben je goed in Excel-sheets? Ben je een superverkoper? Welke aspecten van het ondernemerschap zijn, als jij dan nog zo jong bent,
waarvan jij zegt van ja, dat was eigenlijk wel beslissend waarom mij dingen lukten. In ons bedrijf is het geinig. Mijn compagnons zeggen dat ik geen verstand van vastgoed heb. En dat laat ik me maar aanleunen. Ik begon er als eerste mee. Maar ik zorg dat er geldstromen zijn. Dus er zijn zo'n 1100 mensen die hun geld niet bij de bank hebben staan, maar bij ons bedrijf hebben staan. Of een deel daarvan, zeg maar. En mijn taak is te zorgen dat mijn compagnons die zeggen dan, Cor, kun jij over 4 weken 40 miljoen bij elkaar geregeld hebben? Waarvan 1 miljoen morgen en 4 miljoen over een week, want dan kunnen wij een goed pand kopen. En dan ga ik even kijken, lukt het mij in mijn achterban om 40 miljoen eruit te halen in 3 weken? En dan zeg ik ja of nee. En in principe heb ik altijd nog ja gezegd als ik een vraag kreeg. En dan ga ik als een gek aan het werk om in 3 weken 40 miljoen op tafel te hebben. En dat was eigenlijk al je talent op je 35ste? En vanaf mijn 20ste ben ik begonnen. Gelukkig gaven banken mij geen geld toen ik 20 was. Want ik heb toen alle banken gebeld. En alle banken die zeiden van ja, leuk dat u een huis gekocht hebt. Neem uw loonstrook mee. En ik had al zo'n basstem. Dus ze dachten dat daar gewoon een achtenswaardige man binnenkwam. Kwam er een studentje binnen van 20. Die weliswaar een mooie basstem had. Maar toch een uiterlijk van nog een student als het ware. En dan vroegen ze, laat uw loonstroken zien. Dan nam ik een briefje mee van Amitse Wim Deetman. De toenmalige minister van Onderwijs. Dat ik 670 gulden per maand kreeg. Ik vond dat een loonstrook. De banken hoonden mij weg. Want ze zagen niet als een loonstrook. Ze zeggen, gaat u maar weer weg. Mm. En achteraf ben ik blij. Als ik toen een bank gevonden had, was ik nooit particulier gaan funden. En crowdfunding. Dat is ook interessant, omdat je natuurlijk normaal gesproken ben je op je 35ste nog niet in staat om een echt netwerk te hebben om miljoenen uit los te krijgen. Ja, dus, maar op jouw leeftijd nu, zo in de 50, snap ik dat jij genoeg mensen kent om een miljoen morgen op tafel te hebben. Nou, dus dat maakt het, vind ik, ook wel spannend. Dat je dus toen kennelijk al gaven had om mensen uit te leggen dat het kon. Ja. Twee dingetjes. A, crowdfunding avant la lettre. Dat is zo leuk. 34 jaar geleden bestond het nog niet. En B, ik had mazzel. Mijn vader was een vrij bekende predikant in bepaalde hoek. In de wat meer SGP-achtige Nederlandse Vormde Kerkhoek, zeg maar. Dus de wat orthodoxere hoek van de Nederlandse Vormde Kerk. En dus de naam Verkade was daar wel een bekende. En de naam Verkade is ook anders dan Jans, als het ware, of zo. Dus ik heb dat wel een beetje gebruikt. En Je had een goede naam. De credit, ja. Als jij nou kijkt naar die bedrijven in Silicon Valley, bijvoorbeeld van die baas van Twitter, die is opgestapt, die Jack Dorsey, die heeft zo'n betaaldienst. Het is eigenlijk precies wat jij nu beschrijft als jouw talent. Dus dat is een soort webapplicatie waardoor mensen gemakkelijk geld kunnen lenen op basis van een algoritme en zij ontwijken de bank. Dat bedrijf heet Square. Als jij zo'n soort innovatie terugziet, denk je dan wel eens van, goh, dat is eigenlijk precies wat ik ook doe? Of denk je bij dat soort bedrijven, nee, heb je daar dan niet dat enthousiasme voor? Ja, de crowdfunding avant la lettre, als het ware. Ja, dus dat blijft jou erg mooi. En ik gun het mensen dat ze niet per se naar banken hoeven of naar de beurs. Ja. Maar dat ze een andere manier hebben om met hun vermogen bezig te zijn. Ik maak ook reclame. Eentje is om te rentenieren, hebt u rente nodig. Je zult maar je bedrijf verkocht hebben, 15 jaar geleden, waarvan de bank zei, nou gemiddeld heb je altijd 3% rendement of 4%. Heb je bedrijf verkocht en vervolgens zie je dat die rente die daalt van 4 naar 3 naar 2 naar 1 naar 0. Ja, dan zit je daar met je pensioen. Dus eerlijk gezegd, het bankenmodel, door de Europese Centrale Bank is de rente laag geworden. Het is best wel dramatisch hoe banken ermee omgegaan zijn met hun verantwoordelijkheid voor de pensioenen en de toekomst van mensen. Ja. En ik vind het, vroeger vond ik het leuk als ik een klant kreeg, was ik blij. Nu ben ik blij voor de klant dat hij mij leert kennen, omdat wij een alternatief hebben wat banken niet meer bieden. Maar je kan het goed verkopen, Cor. Ja, we gaan nu even van 35 naar zeg maar 55, want in die periode is het nodige veranderd. Maar een van de dingen is dus dat je nu op een anonieme beurs, als ik het zo mag noemen, een lege huls verkoopt met je companen, waar mensen wel vertrouwen in hebben, onder andere door die naam Van Dam Verkade. Ja. Maar dan is er dan nog wel plek voor jouw grote talent daarin? Want het is een beurs niet een heel anoniem systeem waar je zeg maar op pakketjes op inkoopt en zo? En louter rationeel, terwijl jouw ondernemerstalent lijkt juist te zijn dat je die mensen kent en kan uitleggen waarom ze het moeten doen. Nou, van die 240 aanhouders die toen wij de beurs opgingen, had ik alle 240 gesproken of gemaild. Maar inderdaad, nu kan iedereen aandelen kopen. Dan heb ik ook niets meer op de Euronext enzovoorts. Dus nu die band wordt minder. Maar ik ben benieuwd naar de eerste aandeelhoudersvergadering. Wordt het heel gezellig, want vast ken ik 90% vrij goed. Maar op den duur, het is nu een beursdingetje. Dus die band wordt anoniemer.
Maar juist ook het mooie is, als straks dat beursfonds weer nieuwe aandelen gaat uitgeven, dan ga ik weer terug naar mijn achterban die mij kent als het ware. Mm. Dus kortom, ik denk nog steeds dat het een leuke wisselwerking is. En het mooie vind ik zelf, iemand die morgen zijn bedrijf verkoopt en plotseling 5 miljoen heeft, wat moet die? Nou, die kan nu twee dingen doen als hij onze kennis wil gebruiken. Hij kan geld lenen, vast gegarandeerde rente. Of hij kan de beurs. En op twee manieren bieden wij mensen de mogelijkheid om te profiteren van wat wij kunnen. Heel belangrijk nog eventjes over het vorige thema, een beetje hetzelfde hoor. Als geld een doel wordt, word je ziek. Als geld een middel is, is het fantastisch. En dat is ook zo met uiterlijk schoon, of met hersens, of met carrière, of met brood, of met eten, of met seksualiteit. Alles wat een middel is, is fantastisch. En als het een doel wordt, krijg je verslaafde, gestoorde mensen. Dus dat vind ik leuk een beetje. Dus jij bent geen workaholic? Nee, maar ik heb in mijn plezier een soort roepingsbesef of zo. Ja. Hoeveel uur per week werk je? Ja, mijn vrouw denkt meer dan ik als het ware. Ja, s'avonds dan zit ik natuurlijk met de laptop op schoot. Maar het is echt hobby. Ja, maar wat zal het zijn? 60? Ja. Oh, toch wel 60. Ja. Ja, maar als hobby, hè? Ja. Maar hobby en werk loop ik natuurlijk. Ja. Wat zou jij jonge ondernemers die nu 20 zijn mee willen geven over het ondernemersenthousiasme? Wat is daarin belangrijk? Verantwoordelijkheid pakken. Lef, verantwoordelijkheid. En wat ik altijd, dat vroeg ik dus straks een beetje, wat was nou uniek aan jou? Altijd bekijken wat zijn je risico's en wat zijn de kansen en daar evenwichtig in zitten. Ja, je bent geen risicozoeker jij? Nee, totaal niet. Maar dat leek altijd, dat dachten mensen wel. Maar de meest veilige business is vastgoed. Dus dat vond ik ook wel eens leuk, hoor. Dat liet ik me wel aanleunen toen ik zo jong was. Dachten mensen, joh, die durft. Ja. Die heeft 3 huizen of 4 huizen. Ja, met alle respect, dat is het meest saaie, het meest onenge wat je hebben kunt. Maar je belegt dus niet in crypto en zo? Nee. Nul crypto. En je hebt ook niet echt een interesse in die nieuwe techbedrijven? Nee, ik ben wel benieuwd en ik vind het wel spannend. Want de overheid hij wil grip hebben op alles en nog wat. En dan ben ik wel benieuwd wat gaat er gebeuren. Enerzijds vind ik het gevaarlijk, die crypto. Anderzijds denk ik, wat leuk dat er iets gaat gebeuren wat niet die overheid. Dus ik zit ook ambivalent in die overheidsvisie als het ware. Mm. Ook rondom corona. Wat gebeurt daar? Wat voor machten en krachten spelen er? En dan vind ik crypto leuk dat het gebeurt. Maar ik doe niet mee. Nee, je kijkt meer ernaar. Ja. Maar natuurlijk, het is heel spannend. De inflatie, wat gaat er op ons afkomen? Wat komt er op onze kinderen en kleinkinderen af? Wanneer krijgen we weer hyperinflatie? Dat zijn spannende vragen. En dan ben ik benieuwd wat die crypto daarin gaat doen, als het ware. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Voordat we daarop komen, nog even jouw eigen verantwoordelijkheid. Je ziet dat die huizenmarkt en de pandenmarkt is gewoon overspannen. Hè? Dus als je nu een huis wil kopen... ik ben 39, hoor, dus vrienden van mij zitten eigenlijk meestal onder de pannen of zijn het verhuizen. Maar als je nu 30 bent en je wil een huis kopen, is het niet zo dat die markt ook gewoon eigenlijk verpest is? Ook mede door mensen die erin investeren. Dus eigenlijk jouw concurrenten, misschien jijzelf zelfs. Ja. Nee, die markt is zwaar verpest, maar niet alleen door de opkopers. Ook, misschien, heb ik het zo nog over. Maar ook door de Europese Centrale Bank. Die een beleid gemaakt heeft om de arme Europese landen te helpen, dat de rente 0% is. Ja. En als je 0% rente hebt, dan kun je lenen wat je wil en kun je ook hele zwakke landen die nooit in de euro hadden mee mogen doen, kun je toch inhouden. Heel ziek. En ja, de wet en regelgeving is zo ziek in Nederland dat er een groot tekort aan woningen is. Maar je bent, ik ken je niet als iemand die graag wijst naar de omstandigheden waar wij een speelbal van zijn. Nee. Maar meer als iemand die juist dat goed in de smiezen heeft. En om het eens even ethisch te zeggen van je verantwoordelijkheid pakken betekent ook binnen de situatie waarin we zitten. Dus dat is nu helemaal de Europese Unie en de euro. Die kritiek die deel ik met je, hoor. Ik snap heel goed dat er een macro-economisch effect en verzieking in die markt zit. Ja, maar de micro? Maar de micro-vraag is toch wel van, heb jij ook wel eens scrupules over je rol in die huizenmarkt als je zo kijkt naar dertigers die dan een huis willen kopen? Nee, of zeg je van, nou dat gaat mij niet aan, maar ik snap in ieder geval de vraag. Nee, ik zou die scrupules hebben als ik nu die studentenhuizen leeg ging maken en van die hype ging profiteren en tonnen per pand winst maken. Dat zou kunnen, maar dat zou ik fout vinden. Vind ik wel een mooi voorbeeld trouwens. Als geld mijn doel was, zou ik dat doen. Dus dit is wel een verkopersmarkt voor jou? Ja, dit is een fantastische markt. Maar wat zou jij doen? Ja, maar wat ik mijn collega's wel... ik zeg tegen mijn klanten, wij kopen nu geen woonhuizen, want we doen nu niet mee aan het opdrijven van een idiotenmarkt.
En het is inderdaad sneu voor de 20ers en 30ers die nu een pand kopen. Ja, wat zeg jij tegen 20ers en 30ers? Nou, letterlijk, een nichtje van me, die net afgestudeerd, die is trots van, we hebben een huis gekocht, €600.000. En vraagt mijn zus, Cor, wil je hun advies geven? Ik zeg, natuurlijk wil ik dat. Eén advies, ontbinden die overeenkomst. Ja, maar dat willen ze niet. Ze zijn zo blij met het huis. Ik zeg, het is zo gestoord. Nu 6 ton lenen. De rest van hun wooncarrière, de komende 40 jaar, zitten op te vechten tegen een 6 tonnen schuld. Maar zie je het echt, wat moeten zij doen? Maar als je toch bekijkt wat je aan huur betaalt anders, dan ben je duurder uit. Hè, Cor? Je moet ook de rekensom maken. Ja, ik denk dat. Wat als jij nu 20 was geweest? Ja. Je moet ook de rekensom maken. Is het niet nog steeds eigenlijk heel veilig? Die mensen die zien ook de discussie over de euro, de fragiliteit van het geldsysteem. Die jongen die zit misschien s'avonds, haar man zit misschien s'avonds cryptofilmpjes te kijken op YouTube. Die denkt ook van, ik kies eigen voor mijn geld, ik ga voor die veilige investering. Wat vind je van dat gevoel? Nou, het is geen veilige investering, is mijn gedachte, op het moment dat we op een hoogtepunt van de markt zitten. En mijn oudste dochter vroeg pas een keer, ze had aan de etenstafel, van papa, wilt u een pandje kopen, de kan een melksloot. Ik zeg, kind, wat een goede smaak heb je. De eerstvolgende crisis, koop papa we hebben 3 kinderen gekregen, van de Heere God, koop papa 3 panden, voor alle 3 1. Maar je moet op dieptepunt van de crisis kopen en niet op een hoogtepunt. En mijn lieve nichtje heeft op een hoogtepunt gekocht. En wat doen ze dan al die jaren ertussendoor? Huren. En dan zal dat... Tegen torenhoge prijzen. Nou, wij verhuren in Utrecht rond de 11.000 appartement. En wat wij ook van vastgoedbelang, dat is die club waar ik dat van hele wijze mensen als het ware. Wat wij adviseren is, als je samen gaat wonen of gaat trouwen. Ga eerst eens kijken, waar gaat hij werken, waar gaat zij werken. Wordt het huwelijk gezegend met kinderen, ja of nee? Hoeveel kinderen wordt het mee gezegend en wil je krijgen? Dat is een soort wisselwerking, dat zal ik niet uitleggen hier. Bespaar ons niet meer explain. En neem dan op den duur een dieptepunt van de markt, stop met huren en ga dan kopen. Maar het dieptepunt van de markt moet je kopen en niet nu. Dit is en als jij in je glazen bol kijkt, wanneer komt dat dieptepunt? 3, 4, 5 jaar. Er is altijd nog sinds de 80-jarige oorlog altijd nog een dieptepunt gekomen. Altijd. En de regering kan die een beetje uitstellen. Met haar optimistische Rutte die suggereert dat hij alles wel even redt. En als Sinterklaas 60 miljard gaat uitdelen als de corona komt. Ruud Lubbers zei, we staan vooraan van een crisis. Iedereen moet maar gaan bezuinigen. Wij als overheid, u als burger, bezuinigen, er komt een crisis aan. Dat was een wijze, dat was een ondernemer, Ruud Lubbers. Nu hebben we een Popie Jopie, die visie een olifant vindt, meneer Rutte. Ik ben blij met dat hij er zit en niet een Partij van de Arbeidman. Maar dat vind ik hem een hele vreemde meneer. En die dan niet zegt, we gaan bezuinigen. Ja. Die zegt, jongens, ik ga jullie door de crisis heen trekken. 60 miljard. Over wiens rug doet hij dat? Over dat van u, Jelle, en van uw kinderen en kleinkinderen. Cor, politici bekritiseren is natuurlijk ook hier een sport. En dat zou ik graag met je willen doen. Ik weet ook dat je bepaalde politici steunt. Een beetje meer van rechtsconservatieve snitten. Die op jouw steun kunnen rekenen. Maar ik wilde eigenlijk met je nog even praten over bestuurders. Hoe jij naar bestuurders kijkt. Dan komen we zo meteen weer op onze 2 thema's ook terug hoor. Succes en verantwoordelijkheid. Maar want jij was dus zelf bijna een bestuurder geweest. Of althans... misschien zelfs een rechter. Nou, het heeft niet zo mogen zijn en het heeft je geen witte eieren gelegd. Dus prima verder. Hoe zou jij de Nederlandse bestuurder nou typeren? Nou, dat is boeiend dat je dat zegt even naar mezelf toe. Ik ben bestuurder van Van Dam Advocaten en van New Amsterdam Invest. Heerlijk. Ik was bereid in de maatschappij bestuurder te worden. Ja. En dan een soort per jaar wat krijgen, een tonnetje of zo. Maar de maatschappij zei, kort, word maar geen bestuurder via ons. Nou, fantastisch, dan word ik bestuurder in een eigen bedrijf. En nu komt het sneuwen voor de regering en voor de... Dat zei een vriend van mij, oud-commissaris van de Koningin... die zei bij de laatste regering, de middelmoot regeert. Dus de echte bestuurders zitten niet meer in Den Haag te besturen. De ministers, zo'n type vroeger Kees Veerman, Wim Deetman, dat waren bestuurders... En nu Hugo de Jonge, hij voelt zelf dat hij niet kan waarschijnlijk. Dat net iets boven zijn hoofd is, als het ware. En over 10 jaar had hij misschien wel gekund. Maar bestuurders, dus er zijn gelukkig veel bestuurders in Den Haag. Alleen jammer dat in Den Haag, ook meneer Rutte, ik gaf wel een beetje aan. Jammer dat die mensen niet die wijze, goede uitstraling hebben. Ja. En jammer dat we niet meer ondernemers in Den Haag hebben rondlopen. Ja. Er zijn er veel en veel te weinig. Ja, hoe kenmerk je de bestuurder in Nederland? Ja, de bestuurder in Nederland is natuurlijk toch altijd gelukkig. We zijn een polderland. En we kijken naar de wind en naar de stormen.
en we maken molens. Ja, herken je dat nog in deze coronatijd? Ik zal je een ander voorbeeld geven, want ik weet dat jij van de goede bedoelingen bent en idealistisch ondernemer. Bij ons aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is een nieuw bestuurder of een nieuw bestuurder die liet zich interviewen van de week en die zei van de toekomst van geesteswetenschappen, dus dat is waar studies als geschiedenis en Nederlands kunnen worden gevolgd, die ligt buiten de Nederlandse grenzen. En de visie van de VU moet toch zijn dat we internationaliseren. En het is belangrijk dat hier ook meer buitenlanders komen werken. En als klap op de vuurpijl zei zij, en dat vond ik wel opmerkelijk, die Thorbecke, dat is eigenlijk een heel 19e eeuw soort bestuurder, politicus. En dat slaat niet aan bij onze internationale studenten. Daar moeten we eigenlijk ook maar meer eens mee stoppen. Ja. Als ik dat lees, ik schrik dan heel erg. Ja, hoor. Ik huil. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij... Want er zitten daar twee dingen in die jij ook hebt. En toch denk ik dat je er veel kritiek op zult hebben. Maar het is echt een aanpakker, die vrouw. En ze heeft allerlei goede bedoelingen. Ja. Dus het is niet alsof hier een soort principeloos type... laat ik zeggen, iemand met een olifantvisie... Nee, helemaal niet. Iemand die heel duidelijk een punt aan de horizon heeft... van wat de toekomst moet zijn van het onderwijsbestel. Ja. En ik heb het idee dat type bestuurders... die zit toch overal? Dus het is geen gebrek aan ethiek. Het is juist die specifieke soort ethiek. Wat denk jij er nou van als ik dit zeg? Ja, als ik een one-liner. Hou je van one-liners? Ja. Wie met de tijdgeest trouwt, is morgen weduwnaar. Deze mevrouw, deze dame, hele goede bedoelingen, maar wat zeggen goede bedoelingen, en heel goed aanpakkers, maar heeft zij visie op traditie, op verworteling, notabene de VU. Dat is de plek van Abraham Kuyper. Daar moet elke student zou met Kuyper gepokt en gemazeld moeten worden, om vanuit die VU-traditie, en die universiteit is opgericht vanuit de armoede, vanuit het spadenspotje, dubbeltjes, uit de arme Drenthe kwamen dubbeltjes van die gereformeerde mensen, die gingen in zo'n potje, was voor de VU, voor de universiteit, en die gingen naar Amsterdam toe. Die VU, als die niet meer zijn wortels kent en wil kennen, dus jij noemde Thorbecke, dat is er ook een nog diepere worteling, maar Abraham Kuyper, ja. Als je dat kwijtraakt en je roept internationaal moet het worden, ja, hoe ziek kun je zijn? En dat vind ik zelf, dat kan me echt, jij zegt, wat doet dat dan? Ja, dan moet ik huilen. Als je niet vanuit je eigen traditie durft te denken, vanuit de joods-christelijke cultuur die Nederland gebracht heeft tot wat het geworden is, en die ook West-Europa gebracht wat het geworden is, als je dat niet als uitgangspunt hebt en daar je voeding in zoekt, dan ben je een keertje, is die wortel weg. En wat gebeurt met een boom wiens wortels weg is, of wiens wortels sterven, of die geen wortelbesef heeft, die valt een keer om. En eerlijk gezegd denk ik, maar goed, je kunt zeggen, word niet te somber, maar ik denk wel eens dat we een soort kantelpunt staan. Elke cultuur, elke hoogstaande cultuur, opgaan, blinken en verzinken. Ja, je vreest wel eens dat we aan het verzinken zijn. Wij zitten in een verzinkcultuur. Ja. Het Nederlands, als dat niet meer als taal gekoesterd wordt... maar die kinderen moeten allemaal naar Engels leren enzovoort. Onze drie kinderen, het is me gelukkig gelukt dat ze gewoon alle jaren in het Nederlands onderwijs hadden. Ja. En nooit die stomme, ook de reformatorische school doen mee hoor. Want dat met de vadervolkeren, we gaan ze Engels geven. Ik had iemand die sprak van, ik heb 6 jaar lang het Engels les gehad. Ben ik nou Nederlander of Engels? Ik denk, ja kind, je bent Nederlander, je bent hier geboren, kijk maar in je paspoort. Maar dat kind is 6 jaar lang met Engels volvoerd. Ik geef vanmiddag weer les. Middag in de week geef ik les voor de LOL, Prodeo. En een van de jongens die zit altijd Engelstalig vragen aan mij te stellen. Het is gewoon een Nederlandse jongen. Maar die lukt het niet om wat hij wil vragen, om dat Nederlandstalig te vragen. Ja, dat is jammer. Dat is zonde. Ja, en dat... Soort... Als die kinderen geen wortels hebben, of die vrouw, of die cultuur... Ja. Dan kan het omgeblazen worden. Je ziet dat dit aan alle universiteiten speelt. Aan de Erasmus Universiteit, aan de Radboud... Dus de Vrije Universiteit is zeker niet de enige. En ik denk zelfs dat de Vrije Universiteit nog wel meer traditiebesef heeft dan de Universiteit van Amsterdam. Maar nog een persoonlijke vraag. Je bent zelf naar de beurs gegaan met een SPAC. Je bent een internationaal ondernemer. Volgens mij koop jij loeigrote wolkenkrabbers in Londen. Dat is toch ook toch weer meedoen met dat internationale spel. Hoe verenig jij dat? Want ik ben, even voor de duidelijkheid, zal ik nog even zeggen als soort one-liner. Volgens mij is Engels op zich niet het probleem, maar de dominantie ervan. Ik ben ook niet tegen globalisering, maar ik ben er wel tegen als je dat niet laat landen in een lokale omgeving. Ja, dus dat zijn, ik zie al glimlachen, dat is meteen de redding van de vraag. Maar hoe verenig jij die krachten? Want jij lijkt toch wel voor een fors deel van je energie nu, en die zal alleen maar zijn toegenomen sinds je 35ste, toch te besteden aan dat internationale spelletje van het
globale casinokapitalisme. Ja, ja, ik hou ontzettend van Engeland. Het is heerlijk, de Brexit is een zegen economisch geworden voor ons. Want toen zijn we als een gek in Engeland panden gaan kopen die we anders nooit gekocht hadden. Zonder Brexit hadden we geen panden in Engeland gehad. Maar je moet wereldwijd zitten wij te zoeken van waar is een veilig, stabiel land waar we panden moeten kopen. En eerlijk gezegd, we zitten gelukkig in 5 landen. En is Nederland politiek stabiel een van de instabielere landen waar wij zitten? Dus in Nederland momenteel woonruimte kopen is volgens mij de meest enge markt die er is. Dus dat is eventjes. En jij zegt waarom internationaal? Ja, we hebben een verantwoordelijkheid voor 450 miljoen. Dat is ons bedrijf waard. In één land zou echt gevaarlijk zijn. Dat moet in verschillende landen zitten. En, dus ik heb niks tegen Amerika, tegen Engeland enzovoort. Maar inderdaad, we moeten vanuit onze Nederlandse cultuur die koesteren. Onze leerlingen, onze studenten helpen Nederlander te zijn. Maar als Nederlander hebben we altijd al VOC-mentaliteit. Denk aan Balkenende. We hebben altijd al de wereldzee afgevaren op zoek naar meer kansen in andere landen. En eerlijk gezegd zijn er in Engeland en in Amerika meer kansen te vinden, zakelijk gezien, dan in Nederland. Dus kopen wij nu veel meer buiten Nederland dan in Nederland. Maar dat doen we voor onze 1100 Nederlandse klanten en nog 5 buitenlandse klanten. En die mensen gunnen we, dat is ook weer gebruik in Nederland. Maar toen wij begonnen destijds, dat zeg ik ook wel eens tegen zo'n die minister Stef Blok. Blok. Van ja, ons doel toen wij begonnen als bedrijf was alleen maar studentenkamers in Nederland. En als die wet en regelgeving dat mogelijk had gemaakt, hadden we nu voor 450 miljoen studentenkamers in Nederland gehad. Had elke student een kamer kunnen hebben voor gemiddeld 280, 290 euro. Maar wijs je nou niet toch te veel naar anderen? Nou, wij zijn commercieel genoeg. Ja, wij moeten een eerlijk, een betrouwbaar product hebben. En dat kun je in Nederland momenteel niet hebben. Dus moeten we naar buitenland toe. En, maar Cor, even stel, ik zou jou carte blanche geven. Nee, niet carte blanche. Ik zou zeggen van, je wordt je gevraagd om advies nu over de woningnood in het algemeen. Ja. Dan heb ik het even over 2 specifieke groepen, ja? Studentenwoningen en starters. En ja. Alle boomerproblemen laten we even rusten. Hoe zou je dat dan aanvliegen? Nou, 1. De regering moet zo snel mogelijk haar bijstandswetgeving aanpassen. Als er een 65-plusser verkering krijgt met een andere 65-plusser, moeten die beiden in de bijstand zitten. Die doen 1 ding. Alle 2 houden zijn eigen woning aan, want dan krijgen ze meer bijstand. Als de regering morgen alle mensen die samen gaan wonen en in het uitkeringssysteem zitten, in de sociale wetgeving zitten, als die morgen dezelfde uitkering mogen hebben als ze samen gaan wonen, is er veel meer romance en is er veel minder op en neer lopen enzovoorts. Dat is 1. Stel, er zitten misschien 200.000 mensen in de bijstand. Dus ik denk dat je dan... Nee, maar stel dat het een succes is, dan... Ja. Stel dat het een enorm succes is en dan heb je opeens 50.000 woningen vrij. Nou is best veel, ja. Maar het is de onderkant van de markt. Ja. Er kunnen nog geen families in. Tenzij, kijk, als je als jonge familie al de bijstand zit, dat is heel pijnlijk. En dat zal hopelijk toch niet veel gebeuren. Volgens mij zijn dat wat oudere mensen. Maar niettemin, dat is toch al... De hele sociale wetgeving is gebaseerd op blijven in je eigen huis zitten. Dan krijg je meer dan dat je met elkaar gaat wonen. Dat is gewoon ziek. Dom. Ja. Tweede. De woningmarkt bestaat uit 3 componenten. Je hebt het eigen woningbezit. Je hebt de sociale corporatie, sociale huur. Wij noemen het liever de gereguleerde huur, want wij zijn ook sociaal. De gereguleerde huur tot 740 euro. En je hebt de vrije sector. De woningmarkt is een krukje met 3 pootjes. En de eigen woningbezit wordt zwaar gesubsidieerd vanwege hypotheekrenteaftrek. Sociale verhuur, de gereguleerde verhuur, wordt zwaar gesubsidieerd, de woningcorporaties. Die derde poot, die wordt alleen maar gebest. De vrije markt, zeg maar. Mijn collega's die nog panden kopen in Nederland. Die worden doorlopend gebest. Die zouden de veroorzaker zijn van alle ellende. Ja, maar we gaan niet in de slachtofferrol. Nee. En ons verhaal is, ga die 3 groepen in verhouding met elkaar krijgen. De 3 soorten woningen in Nederland. Mm. Eigen woningbezit, corporaties en de commercieel verhuurde woningen. Nee, ja, ja, ja. En als daar een evenwicht in zou komen, zou er veel meer woningen zijn. Maar er zijn natuurlijk rare dingen gebeurd in de afgelopen 30 jaar. We spreken ook wel van een periode van neoliberalisme. Anderen zeggen het is cultuurmarxisme. Maar ik denk dat er ook wel een heel groot gedeelde noemer is. En dat is bijvoorbeeld dat we veel van de overheids- of semi-overheidsbedrijven, bijvoorbeeld de woningbouwverenigingen, die hebben we vermarkt. Ja. Dus die hebben juist meer, zijn ze meer en meer gaan denken als de vrije markt. Ja. Nou, wat heeft dat opgeleverd? Een drama. Te weinig woningen. Dat had niet moeten gebeuren. Oh, daar ben je dan ook tegen? Ja, zij hadden zich moeten beperken tot de sociale verhuur, tot de gereguleerde verhuur.
En geef ons andere kansen. Oh, maar dat vind ik interessant. Dus jij vindt eigenlijk dat had niet moeten gebeuren. Dus ik ben blij dat wij zijn blij. Maar je haalt steeds lubbers aan. Hoe zag je dat toen die vrije marktspirit rondkwam? Toen was jij 35. Ja. Je zei net ook al iets positiefs over Mark Rutte. Ik zal niet vragen wat je toen stemde. Maar hoe keek jij toen naar die... Ik stem in beginsel nagenoeg altijd SGP, gelukkig. Gewoon de meest conservatieve, traditionele partij die het meest geworteld is. De oudste partij van Nederland. Maar jij bent dus, hoe verhoudde jij zich tot die marktwerking van de woningbouw? Wat vond je daarvan toen het begon? Begreep je dat? Of? We hadden in die tijd nog gelukkig dat er ook hele nieuwe wijken, de Finex-locatie enzovoorts. Toen nam de overheid nog zijn verantwoordelijkheid. En dat vind ik zelf het huidige punt. Mm. De overheid roept alleen maar dat de markt het niet doet als het ware. Neemt zelf verantwoordelijkheid niet. Heeft alles naar beneden gedaan, naar provincie en naar steden. En dan ga je met steden praten. En dat doen collega's. En daar hoor ik ook over hoe moeilijk het is om woningbouwprojecten van de grond te krijgen in steden. Dus er is een gigantisch tekort. Mijn collega's willen het, maar eigenlijk word je op voorhand beschouwd als commerciële jongen. Er zit een soort jaloezie? Nou ja, en woede? Vooroordelen. Vanuit vooroordelen en stigma's praten. Studentenhuisvesting is op één manier te redden in Nederland. Namelijk via de commercieel verhurende eigenaren, mijn collega's en ik. Nou, maar er zijn, even voor de duidelijkheid... Echt bizarre uitzondering in die markt, hè? Nou, jawel, want ik ken genoeg studenten en die klagen allemaal steen en been bij de prijzen die ze betalen. En jij zegt, jij gaat er prat op dat je ver beneden het gemiddelde verhuurt. Ja, ja. Dus ik vind het wel raar dat jij nu voor hen zo positief spreekt. Nou, ik denk dat maar heel weinig studentenkijkers ook nu zullen zeggen van... Ja, nee hoor, klopt voor Jelle, ik woon voor €300 per maand. Ja, nou, die kunnen allemaal een contractje bekijken. En dat is geweldig. En eerlijk gezegd, ik verwacht dat van de studenten verhuur dat 80% wel normaal beprijsd is. 70, denk ik, ga ik vanuit. Ja? Maar misschien ben ik te optimistisch. Dat zou het onderzocht moeten worden. Maar hij die €800 voor een kamer durft te vragen... Ja, die moet ten spoedigste op de schandpaal. Het zijn natuurlijk wel vaker grote kamers. Ja, of die... Daar moet je terug naar schandpaalwerking. Maar mijn probleem is, ik praat wel vooral met de regering, maak je wet en regelgeving dusdanig dat die schandpaallui gewoon geen kans meer hebben. Mm. Want er is ik kan geen ene studentenkamer nu kopen en marktconform beprijzen. Ja. En dan nog zeg maar €1 winst maken per jaar. Dat is niet te doen op dit moment. Dat zeggen ook rapporten, hoor. Cor, we zijn bijna aan het eind gekomen. Nog een paar kleine vragen. Heb je spijt van een grote investering die je had kunnen doen? Waarvan je dacht van, als ik dan terugkijk, had ik het moeten doen? Nou, toen ik nog niet met ons bedrijf panden kocht... Toen kocht ik zelf één keer per jaar in principe een pand. En ik had een heel mooi pand in Amsterdam. En ik had zelf geen tijd gaan kijken. Vriend was gaan kijken. En ik had het min of meer gekocht. Maar ik proefde sepsis bij mijn vrouw enzovoort. En ik denk als ik dat toen wel gedaan had. Maar goed, we hebben het over 30 jaar geleden. Hmm. Als ik dat toen gedaan had, dat pand was nu. Maar en dan had ik een heel leuk studentenhuis in Amsterdam gehad. Met geloof 12 studenten of zo. Hmm. En ik vind het ook zo leuk om communities te maken. Dus om studenten dat in Leiden dat pand. Dat heb ik ook al 30 jaar. En die lui, die schrijf ik allemaal een naam op de muur en die houden reunies. En het is zo leuk als het ware, ik heb zelf een hele fijne studententijd gehad. Omdat ik een huis had waarbij ik s'avonds met elkaar kon nadenken, kon eten, kon lachen. Ja, nee, studentenhuis is geweldig. Ja, en je college kon verwerken. En als orthodoxe christen heb je altijd nog die spanning van dat de hoogleraar iets anders zegt dan jij bent geneigd bent te denken van vroeger. En dan moet je daarmee aan de slag als het ware. Ja, maar ik denk dat het voor alle gezinten en... Ja, community vorming. Ook mensen die niet gelovig zijn, dat die dat graag zouden willen als studentenhuis. Dus dat is een mooie rode lijn geworden. Nee, dat was mijn passie. Eigenlijk was mijn passie destijds, we hadden toen 200 studentenkamers of zo, naar 1000 toe groeien. Mm. Maar toen, en dat hadden we echt plannen voor. Maar ja, wet en regelgeving maakt het echt technisch onmogelijk. En dat is dat ziekmakende. Maar goed, jij zegt steeds, dan moet je niet de andere schuld geven. Ja. Dat vind ik een beetje lastig. Ik bedoel, je bent een enorm succesvolle jongen en dan wijzen naar anderen het systeem. Denk je, beheerst toch het systeem. Ja, over 20 jaar wil ik de politiek in. Ga je mee? Nou, dat vind ik interessant dat je dat zegt, want dat gaat ook over mijn laatste vraag. Is er ook wel eens iets gebeurd dat je denkt van, als ik toen met de vuist op tafel had geslagen, dan had ik misschien wel toch die verantwoordelijkheid voor het systeem kunnen nemen. En dat bedoel ik vooral richting de huizenmarkt. Want je blijft natuurlijk iemand met een ambivalent gezicht. Je hebt die spark, je bent enorm rijk geworden op die panden. En je hebt wel je hobby studentenhuizen. Maar je bent ook echt een groot ondernemer. Die gewoon meervoudig miljonair is geworden van het
systeem waar andere mensen toch wel behoorlijk ook voor bloeden, hè, om erin te kunnen wonen. Dat is toch ook wel zo? Is er nou een moment geweest dat je dacht, ja, maar toen had ik beter moeten bijkoersen? Nee, toen had ik die verantwoordelijkheid wel kunnen nemen. Want je kan natuurlijk moeilijk zeggen van, ja, maar dat is alleen maar hoe het systeem zich heeft ontwikkeld. Nee. Dat is alleen maar macro-economisch beleid. Ja. Er was toch een moment waarop jij dacht, toen had ik geschiedenis kunnen maken? Ik had veel en veel meer studentenpanden moeten kopen tussen mijn 20ste en mijn 30ste. En toen was die plaatselijke overheid nog niet zo ziek als ze nu zijn, dat ze anti-studentenhuizen zijn. Toen had ik er veel meer moeten kopen. Ze waren super goedkoop. En de overheid was nog niet zo ziek als nu. Ik had meer verantwoordelijkheid daarom moeten pakken. En ik heb wel eens op CDA-congres Jaap de Hoop Scheffer toegesproken. En had ik misschien wat meer mezelf moeten profileren in het CDA. Om wat meer het CDA een Pieter Omtzigt collega te geven. Zodat het CDA minder vanuit oud-ambtenaren, maar vanuit ondernemers. Maar goed, ik ben lid van het CDA en ik ben plaatselijk ook actief geweest. Het CDA heeft... Van hoeveel partijen ben jij lid, Cor? Ik ben lid van 7 partijen, politieke partijen. Cor, we houden het mysterie open. Ik wil je bedanken voor je aanwezigheid hier bij De Nieuwe Wereld. Het was een leuk gesprek. Dank jou zeer hartelijk en hopelijk neem je mee en geef dat de kijkers mee. Alles wat we gekregen hebben zijn mooie middelen, maar als ze doelen worden, verziekt het. En pak je verantwoordelijkheid. Johannes Calvijn, pak je verantwoordelijkheid bij alles wat je doet. En wel zo, tot Gods eer, welzijn naasten, ontplooiing talenten. Dat zijn je drie levensdoelen, leert Johannes Calvijn. En wij zijn een land gepokt en gemazen in Calvinisme. En ook elke heidense buurman, die hoeft geen christen te worden, hoeft geen Calvinist te worden. Maar hij is gepokt en gemazen in het Calvinisme. Dat heeft ons veel goeds gebracht. Dat is dat cultuurchristendom, hè, Cor? Precies. Joods-christelijke cultuur, daar bouwen we op. En dat heeft veel goeds gebracht. En zodra we die wortels gaan doorsnijden, ja, beste Jelle, dan wordt het een drama. Eindigen we pessimistisch? Nee, natuurlijk niet. Nee, laten we hopen op een positieve noot ook met betrekking tot die huisvesting. Dat jij toch over 20 jaar de politiek ingaat. Ja, want dat wil ik ook... En dat huisvraagstuk op gaat lossen. Dat is een goeie dat je het zegt. Het is zo erg. Er is niemand meer, ook regerings- en regeringspartijen, die echt een brede maatschappelijke visie maakt op huisvesting. Ja. En ik heb mijn vriend Jan Kamminga, oud-commissaris van de Koning, oud-makelijk was gezegd van, Jan, ga jij nou eens een brede visie schrijven? Een nieuwe Finex. Als onderdeel ook Finex. Maar Finex, ook... Finex staat voor vierde ordening, vierde ruimtelijke ordening. Dus dat is een beleidsdocument. Ja. Dat is een soort geuzeterm geworden van mensen die in de jaren 80, 90 huizen wonen. Maar dat was echt nog een nationaal uitgevouwen plan voor hoe je in Nederland woonde. Er is geen overkoepelende visie meer. Precies. En iedereen is met deelbelangetjes bezig en dat is dramatisch. En iedereen geeft lekker een andere groep de schuld. Ja. Wij vinden dat de oplossing zijn, we krijgen de schuld. Ja. En dan krijg je dramatische regelingen. Jullie wijzen ook stiekem al een beetje naar andere, Cor. En nog één zin, blijft pijnlijk. Nog één zinnetje naar jou toe. Jij zegt, Cor, je bent een miljonair geworden, multimiljonair. Ik heb mijn eerste interview, die gaf ik toen ik 20 was of zo, aan het Utrechtse universiteitskrantje. Die zocht ondernemers en student. Mijn doel was, zei ik toen, ik was jong jochie, rijk worden met, niet ten koste van anderen. En er is geen ene, elke huurder... Ja. En elke geld uitlenen, iedereen moet je zorgen die gelukkig is. Mocht er ooit een tribunaal komen, dan kun je het zeggen. En blijf je overeind staan. Mag u dat woord wel gebruiken in de studio, meneer? Cor, ik dank je, Jelle, voor je komst naar De Nieuwe Wereld. Ik heb genoten en ga door met deze nieuwe wereld. Ik zie uit naar De Nieuwe Wereld. Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.